Weinig bedreiging voor de 8000 personeelsleden in de kantoren. BNP Paribas heeft geen echt kantorennet in België. Maar Fortis heeft ook 10.000 werknemers in ondersteunende diensten en gespecialiseerde centra. Daar is er overlapping. België krijgt zeker één zo'n competentiecentrum, maar er zal toch overtollig personeel afvloeien. Ik ga me nu niet laten vastpinnen op een cijfer. Ik denk dat we op het einde van het jaar gaan zien wat dat juist betekent. Maar ik zeg het, we hebben toch duidelijke garanties over het feit dat dit gaat gebeuren op een zeer correcte en verantwoorde manier. Tegen eind dit jaar moet die samensmelting grotendeels rond zijn. Voor de klanten, zowel de kleine particulieren als de bedrijven, stelt de voorzitter lagere leningtarieven in het vooruitzicht. Precies door op te gaan in een enorme bank met een reputatie van voorzichtigheid. Een van de sterke punten van deze bank, van BNP Paribas en samen met Fortis, is dat zij een zeer goede rating heeft. Met andere woorden, dat zij kan beschikken over erg goedkope funding. En uiteindelijk gaat dat ten goede komen van de finale klant. En er komt een naamsverandering, wellicht een naamsverlenging, tot BNP Paribas Fortis, om de eenheid te beklemtonen. Ik denk dat we daar ook nog even moeten wachten wat dat de juiste invulling daarvan is. Maar ik zou er toch wel wat geld op willen verwedden dat we in die richting kunnen gaan. Ja.